Mevrouw. Hallo. ik ben mijn konijn kwijt. Je bent je konijn kwijt? Mijn witte konijn, ja. Zonder konijn kwijt. Echt, wat van die rode ogen? Ik ook niet zoveel. Nee, zonder rode ogen. Zonder geen albino. Nee, dat is niet. Maar ik denk dat hij door de spiegel is gegaan. Want ik zag hem net even. Ja. Maar ik kan het niet zo goed zien, want ik kan niet hier kijken en ik kan ook niet hier kijken. Dus ik ben bang dat we door de spiegel moeten. Ja? Om hem te zoeken. Om toch even zeker te weten. Maar het probleem is dat ik kan niet zomaar de spiegel in, want het is jouw spiegel. Ja. Dus jij moet mee. Zou je dat willen? Ik wil je wel meenemen, ja. Ja? Ja. Dat zou echt geweldig zijn. Oké. Ja, ik spiegeltje aan de wand. Laat ons door naar Spiegelland. Ja, je mag je ogen open doen. Als de lamp staat op een stok, is het leeg in het konijnenhok. Tik tok, tik tok, jij bent de wijzer van de klok. Tijd is om 3 uur, draai dus 3 keer langs de muur. Heb je hem al gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Misschien richting de tuin? Hey, daar zit hij. Heb je hem? Ja. Ga je hem pakken voor hem? Ik ga het proberen. Is dit jouw konijntje? Oh, geweldig, ja. Dan gaan we terug in mijn hoed. Ik heb er binnen met konijn natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ook gewoon dat alles echt anders is. Je gaat zo... alles gaat inderdaad draaien. In mijn hoofd, om mijn ogen ergens op te kunnen focussen. Dat ging een beetje, een beetje pijn om bijna zelfs. Oké, okay, ja. En we waren helemaal gedesoriënteerd, dus het gaf mij echt dat gevoel van... Nou, dat is leuk. Wauw, want het is plafond groot. Ja, het is je huis groot ineens. Ja, leeg en opgeruimd. Moet dat plafond gaan leven. Ja, het is inderdaad net zo van, het is het herbeleven van de ruimte. Ja. En dat heb ik dus niet zozeer ervaren. Maar ik heb voornamelijk ervaren dat het een herbeleven van mezelf in de ruimte is. Ja. Dus ik weet eigenlijk precies waar de dingen staan, maar hoe beweeg ik mij door die ruimte? Want ineens voelt het alsof alles anders staat, maar het is mijn eigen beleving. Ja, precies. Dus, en daar word ik nu heel bewust van. Ja, het is wel een gekke wereld met die muziek en kamer en maar vroeger had je van die, ik weet het niet, ik weet even niet waar het was van was. Ik kreeg associaties met voor mij die tekenfilm Alice in Wonderland. Omdat van vroeger, toen ik klein was, dat was een beetje ook telkens. Toen werden mensen telkens bedrogen en verleid en misleid en doolhof en zo. Ja, ik dacht ineens, hé, je hebt de kamer ondersteboven gemaakt. Een paar schilderijen stonden verkeerd op. Ja. Ja, ik vind het leuk, super creatief en origineel. Hallo. Hallo. Hey, ik ga je wat vragen. Sure. Waar staat mijn bed? Kun je aanwijzen waar mijn bed staat? Daar zo? Dacht ik. Oké. Okay. En bureau? Met stoel en computer ook. Daar? Daar? Zou heel goed kunnen. Ja? En kaptafel, waar de oorbellen op staan? Die staat daar. Zou heel goed kunnen. Ja. Oké. Dan ga ik hem nu afdoen. Bijna. Alles precies verkeerd omgezet.
Ik vond dat de kamer ontzettend in één thema was ingericht. Dat het vorige bij was een beetje Alice in Wonderland. Okay. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Ik zag een konijn, een klok, alles ondersteboven. Ja. Vooral gewoon kijken naar de kamer. Ja, okay. En een beetje genietend van wat voor effecten nou optreden eigenlijk door die bril. Precies. Ja, ik had wel 3 keer het idee dat ik echt in dezelfde ruimte zat. Maar het was toch wel 3 keer net een andere kijk op de ruimte. Ja. Dus dat is denk ik wel geslaagd. Doe me niet. Oh, kut. Ik heb het hele bureau niet eens gezien. Nee, ik ook niet. Ik dacht ook wel het bureau bedoeld. Dat dacht ik ook niet.